Ik raak enorm geïrriteerd van dit soort van onzin. Hè, want het is gewoon onzin. Zeg, en die liet dat zien aan, aan het baliepersoneel. Toen kwam die man van het baliepersoneel, die kwam tevoorschijn van achter de balie. En die kwam mij bekijken of ik daadwerkelijk de persoon was die op dat identiteitsbewijs stond. Waarbij je toch begint te denken, welke stapel krankzinnige idioot heeft dit systeem verzonnen? Het verlossen, kunt u mij horen? Heb je niet gelezen dat overheidsgebouwen werden verwarmd op 22 graden? Onbegrijpelijke verspilling. Ben je wel eens in een overheidsgebouw geweest? Ik heb mijn hele leven in een overheidsgebouw gewerkt. Namelijk bij de Universiteit Utrecht. Ja, was dat ook zo? Nou, daar kan ik je interessante details van vertellen. Dat was een tijd dat je had verplichte kerstvakantie. Dus vanaf zeg maar ergens een week voor de kerstmis tot Drie Koningen was het instituut gesloten. En alle instituten waren gesloten. En het idee was, dat was uit zuinigheidsoverwegingen. Dus er ging overal in al die instituten ging de verwarming uit. Ja, wat bleek natuurlijk na enige tijd, je voelt hem allemaal aankomen. Dat was besloten, maar niemand had de verwarming uitgezet. Dus de verwarming heeft volop gedraaid terwijl er 3 weken lang geen medewerkers op kantoor waren. Ja, dat zal nu niet meer gebeuren, denk ik, toch? Ik acht op dit terrein alles mogelijk. Op het terrein van incompetentie, vergeetachtigheid, algehele suffigheid, het ontlopen van verantwoordelijkheid is alles denkbaar en mogelijk. Ben je nooit op het ministerie geweest? Jazeker, op het ministerie van Veiligheid ben ik beklemd geraakt in dat veiligheidsmolentje. Dat was nog een vrij uniek gebeuren. Dan moest je een spreekbeurt geven. Nee, ik had een interview met de toenmalige coördinator terrorismebestrijding. Oh, kijk, interessant. Dat was een heel leuk gesprek overigens. Ja, maar dan is je daar toch ook wel opgevallen dat overheidsgebouwen van die typische dingetjes hebben? Nou, die zijn allemaal tegenwoordig beveiligd natuurlijk. Ja. Nou ben ik laatst geweest bij het Rabo-hoofdkantoor hier in Utrecht, ook voor een reportage. Mooi pand. Ja, maar ook beveiligd door krankzinnigen. Ja, dat je echt denkt, waar is dit goed voor? Laat ik nog even het veiligheidsdilemma uit de doeken doen. Ja. Kijk, de grote vraag is, waar beveiligen we eigenlijk precies tegen? Is dat tegen jihadistische aanslagen? Kijk, als je bij dat hoofdkantoor met z'n drieën met een schiet in het AK-47 naar binnen rent, is het devies, want dat leren veiligheidsbeambten allemaal op de cursus veiligheid, is niks doen. Geen tegenstand bieden, want dan verlies je het leven. Dus bij serieuze bedreiging doen ze niks. Dat hebben ze geleerd namelijk. Dus dan is de vraag, wat zijn eigenlijk niet serieuze bedreigingen? Is dat een groepje meisjes van de groene beweging, weet ik veel, de dennenalen komt strooien in de hal of zo? Nou ja, is dat erg? Die kunnen waarschijnlijk wel weer zonder al te grote problemen verwijderd worden. Dus die veiligheid is grotendeels symbolische onzin. Echt gewoon pure 100%ige flauwekul. Maar wij kwamen daar binnen met de camera en zo'n wagentje en zo. En ja, er waren 2 balies waar je dan je moest melden. En dan krijg je zo'n hangertje, weet je wel. En zo'n bezoekerskaart krijg je dan. Er waren 2 balies. En bij de ene stond een hele lange rij, bij de andere wat minder. Maar ja, god. Mensen denken rationeel na, dus wij gingen bij de rij staan waar het wat minder was. Maar nergens, wat wij niet wisten toen we eenmaal aan de beurt waren, dat mensen die niet daar werkten, die mochten niet bij die balie staan. Je moet bij die andere balie gaan staan. Nou, dus bij de andere balie, daar hebben we eindeloos in de rij gestaan. Er zijn nog 17 wachtende voor u, je kent het wel. En toen ik was gaan zitten, ik denk, wat een gezeik, ik ga hier even op een bankje zitten. En ik had mijn identiteitsbewijs, want dat moest je namelijk tonen aan de beveiligers. Dat had ik even meegegeven aan de cameraman. Zeg, en die liet dat zien aan het baliepersoneel. Toen kwam die man van het baliepersoneel, die kwam tevoorschijn van achter de balie. En die kwam mij bekijken of ik daadwerkelijk de persoon was die op dat identiteitsbewijs stond. Waarbij je toch begint te denken, welke stapel krankzinnige idioot heeft dit systeem verzonnen? Volgens mij, jaren geleden kon je er gewoon naar binnen lopen, helemaal niks. En ja, tenslotte was ik natuurlijk, ja, ik raak enorm geïrriteerd van dit soort van onzin. Want het is gewoon onzin
Bovendien, je hebt dan van die poortjes met van die glazen deurtjes die dan dicht en open kunnen. Toen hadden we allemaal zo'n kaart gekregen. Dus je zegt, nou kun je door het poortje. Nee, dat kon niet. Werkte niet goed. Dus toen bleek er tenslotte voor om met de camera door het poortje moesten, hadden we 3 verschillende kaartjes nodig. Namelijk van de opperbeveiliger, die bleek ook ergens te huizen. En van de assistentbeveiliger. En het kaartje wat we zelf gekregen hadden. Leven de Rabobank. Wat een systeem, zeg. Ja, je begrijpt het. Zo'n systeem kost schatten. Terwijl het gewoon flauwekul is. Hè? Maar hoezo vind je het flauwekul? Want daar zal toch wel door de directeur over nagedacht zijn. Dat het allemaal goed beveiligd wordt. Nee, dat denk ik niet. Nogmaals, ik heb nu net het veiligheidsdilemma geschetst. Als het echt serieus is, hebben ze geleerd dat ze niks moeten doen. Want anders schieten ze het leven er bij hun beslot voor rekening. Ja, maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Of hopelijk nooit. Je zegt het, hopelijk nooit. Niet zo vaak voor. Dus doek die hele beveiliging op. Want die meisjes met die dennennaalden, dat is verder niet zo'n verschrikkelijk probleem. Maar je hebt natuurlijk ook gekkies. Je kunt misschien wel eens een demonstrant in de hal hebben, so what. Ja. Want ik moet zeggen, nadat ik me enorm geërgerd had, liepen wij langs op een verdieping waar iedereen zijn lunch zat te eten. Ik kon niet laten te zeggen tegen het eerste tafeltje waar ik personeel zag zitten, wist u dat u in een gekkenhuis werkt? Waarop ze, ja, begonnen te... Ze waren zich volledig bewust van het feit dat het hoofdkantoor van de Rabobank een krankzinnige inrichting is. Maar vooral die man die tevoorschijn kwam van achter de balie om te kijken of ik daadwerkelijk de persoon was waarvan ze het identiteitsbewijs hadden ontvangen van onze cameraman, dat vond ik toch wel vrij sterk, ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen als er een gekkie is die denkt ik loop hier eens gewoon door. Want dat krijg je als er geen poortjes zijn. Hoe hou je de gekken buiten? Die lopen dan gewoon naar binnen. Dat wil je ja, niet zo hebben. Wat. Een gek in de hal. Is dit dat, wat moet die ja, maar die wil je toch niet in je kantoor hebben? Hij kan hebben? Er een plas doen of als iets anders geks doen. Maar bloed is verder niet gevaarlijk. Ik probeer juist uit te leggen als het echt gevaarlijk is moeten ze niks doen. En als het niet gevaarlijk is hoef je er ook niet een enorm veiligheidssysteem op na te houden. Ja, maar je wil niet dat Jan en alle man naar binnen wandelt gewoon. En die toren daarin gaat. Zo wordt. Wat is daar tegen? Waarom zou trouwens Jan en alle man naar binnen lopen om die toren in te gaan? Nou ja, je hebt er gekkies bij. Ik was deze week bij een congresdagvoorzitter. Hadden ze beveiligers ingehuurd voor gekkies die in het publiek zouden zitten en rare vragen zouden stellen. En deed ze dat ook of niet? Nee, was niet gebeurd. Precies, zonde van het geld dus. Ja. En bedoel, wat heeft de spreker liever dat er een gekkie in de zaal zit? Want dan kun je nog een lollig incidentje maken. Ja, maar hier was dat niet. Je vond het dat denk ik niet goed. Als het zo nou was. Ja, ik ben daar niet van onder de indruk. Nee. Die hele veiligheid, dat is natuurlijk poppenkast. Maar je hebt het nu bij de Rabobank meegemaakt. Maar ik denk dat het bij ieder kantoor zo is. Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland zo werkt. Je hebt het in Hilversum ook. Ja, bij de slimste mens. Dat was het toch bij KRO-NCRW. Ik heb geen flauw idee. Ik heb er nooit iets van gezien, moet ik je zeggen. Hoef jij nooit door de poortjes daar? Is er geen poortje? Oh. Ja, je krijgt wel een kaartje. Hmm. Maar dat werkt nergens. Dus dan moet je tenslotte altijd in paniek moet je bellen dat je kaartje het niet doet. Ja, maar volgens mij op de universiteit is het nu ook zo. Studenten hebben een kaart, kunnen naar binnen. En mensen die ik kan me niet voorstellen. Nee? Nee, een beetje een functionerend instituut is niet te beveiligen, want daar lopen studenten in en uit voor college zus en werkgroepje zo en enzovoort enzovoort. Nee, je moet er gewoon ophouden met die beveiliging, dat is een manie. Je moet gewoon maar stoppen. Oké, dus alle poortjes eruit? Alle poortjes eruit. Hmm. En vind je dat dan ook bij de NS op het spoor? Want heb je ook van die poortjes waar je moet inchecken, is natuurlijk ook beveiliging. Er is al iets voor te zeggen om die poortjes af te schaffen en een complexer en beter functionerend systeem zonder poortjes. Want als je toevallig in die hal van het station in Utrecht bent, maar je wil niet met de trein, dan bezoek je de takken naar een plek waar je zonder kaartje door kunt lopen. Dat is er niet. Jawel, dat schijnt er wel te zijn. Oh ja? Ja. Ik dacht dat je dan even zo'n kaart moet halen waarmee je even kort op het station je geliefde kunt uitzetten. Maar dat alleen al. Dan zijn we dus weer terug bij het ouderwetse perronkaartje. Ja, ik kom er tegenwoordig niet meer. Nee. Nogmaals, veiligheid is een idiote obsessie in onze samenleving. Waar we eens wat beter over na moeten denken dan we tot nu toe hebben gedaan. Het kost bovendien honderden miljoenen, zo niet meer, voor schertsbeveiliging. Voor beveiliging die in feite betekenisloos is. Wat voor systeem zou jij dan op het spoor voorstellen? Ben ik wel nieuwsgierig. Geen. Hoe zou je het spoor moeten beveiligen? Het spoor valt niet te beveiligen.
Ik heb volgens mij het aantal zwartrijders is echt teruggedrongen door die poortjes wat ze nu hebben. Maar er zijn nog steeds zwartrijders. En dan niet alleen, ze kunnen heel hinderlijk zijn. Ook bij zwartrijders zal de conducteur hebben geleerd, hoop ik voor hem, niks doen. Je kunt dat zijn natuurlijk allemaal psychopaten die zwart willen rijden. Ik weet niet of dat zo is. Volgens mij proberen ze die zwartrijders wel bij het eerste de beste station eruit te zetten dan. Ik vind dat ze moeten een ander systeem verzinnen. Die poortjes, dat vind ik ook niks. Maar goed, op het station kan ik me nog iets voorstellen, omdat je dan betaald moet hebben, want anders gaat het poortje niet open. Maar in die bankgebouwen of op kantoren vind ik dit soort van beveiliging. Ik was laatst nog weer in een ander kantoor, ook van een Rabobank, wat helemaal niet het hoofdkantoor, maar ik weet niet precies wat ze daar uitspoken. Daar moest ik ook een opnametje maken. Ja, ook weer van die poortjes. En dan denk je bij jezelf, zonde van het geld, er komt nooit iemand. Mensen zouden het helemaal niet kunnen vinden. God, alweer een nieuwe container. Ja, er wordt hier verbouwd. Ongelooflijk wat er uit dat huis gekomen is. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dus ja, mijn advies is toch, denk eens wat beter na over beveiliging. Nog één ding. En probeer het beveiligingsdilemma op te lossen. Namelijk dat als het echt ernstig is, heeft iedereen geleerd om niks te doen. En als het niet echt ernstig is, waarom zou je dan een zeer omvangrijk beveiligheidssysteem moeten hebben? Ja. Dat zie ik eigenlijk niet in. Nog één klein dingetje over het station. Volgens mij, je wil ook niet de zwervers natuurlijk op je station hebben liggen. Want dat was in Utrecht natuurlijk best een probleem. En een gigantisch probleem. Die hebben ze allemaal opgeruimd. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Niet alleen zwervers, maar er zaten allerlei lui te gokken met handen vol met geld. En er waren mensen die braakten in de hoeken en in de gaten. Het is op het Utrecht station echt jarenlang een drama geweest. Vooral op het oude Hoogkaterijnen met al die gaatjes in de kier. Ik durfde daar met mijn moeder en mijn schoonmoeder niet heen. Dat kon gewoon niet. En ze zaten daar ook openlijk, met een voorbeeld op zo'n lepel, weet je wel. Die je dan verwarmen moet, hoe heet dat nou? Heet dat, daar is een naam voor. Drugs in ieder geval. Ja, idem dito in de metro in Amsterdam. Ik zat met mijn twee kinderen in de metro in Amsterdam. Die zeiden, wat doen die mannen? Ik zei, nou ja, die zijn bezig zichzelf onder water te snuiven of weet ik veel wat. Ja, dat, ik vind ook dat moet gewoon keihard tegenop getreden worden. Maar dat gebeurt natuurlijk heel veel in Nederland, hè? Ja, maar ik vind dat niet in het openbaar moet. Je mag, daar is aan het drugsgebruik is niks te doen. Dat weten we langzamerhand wel. Maar dat hoeft niet in de openbaarheid. Ja, ik heb ook wel eens mensen gehoord op kantoren dat ze een taxi laten voorrijden als ze de nacht moeten doorwerken. En dan komt de cocaïnetaxi. Nou ja, God, dat als ze nachts doorwerken in de kantoren, dan moeten ze dat vooral doen. Het leert je wel iets over de beveiliging van kantoren in de loop van de nacht. Die wordt dan dus kennelijk, worden die beveiligd door cocaïnegebruikers, waar ik niet al te veel... Nee, ze gaan dan naar beneden naar de parkeergarage en dan komt dan die taxi en dan doen ze even de transactie. Ja, maar ja, goed, moeten ze vooral zelf weten natuurlijk. Het is uiteindelijk vrij smerig spul. Maar het lijkt me dat je dan ook je functie ook niet erg adequaat kunt vervullen in dat gebouw. Nee. Een luisteraarsvraag. Vind je het leuk om een keer een aflevering over het nieuwe pensioenstelsel te hebben? Dan zal ik eerst moeten weten hoe het nieuwe pensioenstelsel, want dat is op een heel andere leest geschoeid in feite. Namelijk dat het geïndividualiseerd is natuurlijk. En nou moet ik, mijn indruk is dat nu dan... echt gestalte moet krijgen, maar dat het niet erg opschiet. Nou, de plannen liggen er, want heeft toen Koolmees in die nacht... Heeft ja, hij maar dat... of dat precies de plannen liggen er, maar ik heb niet de indruk dat de plannen ook met enige vaart gerealiseerd worden. Nou, de pensioenfondsen zijn er toch erg druk mee, hoor. Om het die zijn er wel druk mee. Ja, die zijn achter de schermen wel druk. Nou ja, misschien zeg ik dit ook omdat mijn indruk is dat de Nederlandse overheid eigenlijk op geen enkel terrein veel urgentie vertoont. Zelfs met het drama van de gasprijzen had je de indruk dat had ook allemaal wel iets meer urgente indruk kunnen maken. Ik moet wel zeggen, Rob Jetten die werkt zich volgens mij helemaal kapot. Die is, hij maakt altijd een intelligente indruk op mij. Ja, maar volgens mij zijn relatie is ook uitgegaan hè, door... Ach jee. Doordat hij te druk heeft. Vanwege het ministerschap. Ja, dat wordt gezegd, ja, dat hij het veel te druk heeft. Oh, nou ja, dat zou kunnen. En hij slaat volgens mij maar heel weinig. En dat is een klimaatdrammer, noemen ze hem ook, hè? Dat is niet verstandig. Kijk, natuurlijk is hij een klimaatdrammer. Want hij heeft een ministeriële functie.
Waarbij hij dat die zaken goed in de gaten moet houden. Ja. Er is net een heel interessant rapport verschenen van, weet dat, die Delta Res heet dat, geloof ik, die organisatie. Over dat we nu al beslissingen moeten nemen, gegrondvest op het feit dat het zeespiegel aanzienlijk zal stijgen in de komende 100 jaar. Hoe is het mogelijk dat dit soort van lui niet van de weg gehaald worden? Hè? Dit is een scootertje nou niet veel groter dan een wesp. En het maakt het geluid van 7 auto's. Geen enkele vorm van handhaving is er op dit punt. Hetzelfde met stepjes, hè? Er zijn ook heel veel mensen die willen op stepjes door de stad. Ja, daar ben ik ook een falikant tegenstander van. Ja, dat vermoed ik al. Weg ermee. Ja. Ja, ja. Risico's zijn groot. We zien nu al de ellende van die elektrische bejaarden op die elektrische fietsen. Wat tientallen extra doden per jaar genereert. Ja. En nog even top het af, zorgt dat ze ook niet zo hard kunnen en zo. Je had het over het klimaat. Hè? Ik sprak nou van de week een man, ook in een podcast. Ik zal het linkje naar de podcast in de show notes zetten. Interessant om te horen. En die zei eigenlijk alle techniek, die ligt al klaar. We moeten het alleen nog gaan implementeren. Maar zo alles is het, ja. Op heel veel terreinen geldt dat. We weten wel hoe we het moeten doen. Maar ja, vervolgens moet je politiek besluiten nemen. Ja. Die worden dan dus niet genomen. Nee, maar neem de stikstof. Ja. De deskundigen zei in de jaren 70 al, we kunnen niet zo door met de stikstof. En wat heeft onze overheid gedaan? Langdurig en studieus de andere kant op gekeken. En vervolgens nog een soort mal plan bedacht. Dat als je een paar boompjes zou planten, dan was het allemaal niet zo erg. En nu zitten we met de gebakken peren. Dat het een crisis geworden is, wat helemaal niet nodig was geweest. Nee. Nou, dit Delta Res heeft nu net een rapport gepubliceerd. En waar ze in ze zeggen, joh, als je nou wil vermijden dat het over pak een beet 5 decennia een crisis wordt, omdat je op de verkeerde plekken hebt gebouwd, ik zal maar zeggen, waarbij het waterig is, neem nu vast besluiten. Ja. Hè? Bouw niet in de flatplain van rivieren, bouw niet in de uiterwaarden. Waarom liepen ze in Limburg altijd onder die woningen? Omdat ze op de verkeerde plek gebouwd hadden. Ja, dat klopt, ja. Heb je gelijk in. Ja, dat is ontzettend stom. En nou ja, goed, nu kun je ook je afvragen, moet je, kijk, nee, laten we het even heel algemeen stellen. Ooit lang geleden, heel lang geleden, was heel Nederland, heel West-Nederland was een omvangrijk veengebied. Een waterig, nat gebied. En niet alleen Nederland, maar eigenlijk die hele strook van, zeg maar, Noord-Duitsland, Nederland en een deel van Vlaanderen, dat was allemaal veengebied. Rond het jaar 1000 hebben we dat in feite tot cultuurgrond gemaakt door het veen af te laten wateren. Hè, waardoor we een veenweidegebied hadden gekregen. Op sommige punten hebben we vervolgens het veen weggegraven, op laten drogen en gebruikt als turf. Hè, de Nederlandse Republiek draaide op turf als brandstof. Vandaar dat we al die plassen hebben. De Loosdrechtse plassen, de Nieuwkoopse plassen, de Zusplassen en de Vinkeveense plassen, je kunt het zo gek niet verzinnen. Al die plassen zijn het gevolg van turfwinning, in principe. En sinds die tijd houden we in feite die gebieden in West-Nederland, die houden we kunstmatig droger dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En door dat kunstmatig droog te houden, wat we eigenlijk al heel lang doen, hè, we pompen gewoon het water weg, is er sprake van inklink van die veenbodem. En dat is ongeveer een meter per eeuw, centimeter per jaar. En als we doorgaan daarmee, ontstaat in feite, is je nooit opgevallen dat kanalen in West-Nederland, dat het water daar 3 meter hoger staat dan in de omliggende weiden? Dat is natuurlijk een hele rare toestand. Dus wat Delta Res nu ook zegt, stop onmiddellijk met het kunstmatig droogmalen van het groot deel van het, zeg maar, voormalige Westen. Veengebied in het westen van Nederland, daar moet je stoppen. Dat zeggen mensen, dat zeggen de waterschappen volgens mij ook al heel lang, maar je begrijpt welke lobbyorganisatie hier tussen zit, de landbouw. In Nederland altijd, niet waar, het Christuskindje zelf in feite, het is de landbouw. Ja, die zal daar natuurlijk, eigenlijk moet je gewoon ophouden met de landbouw in West-Nederland in allerlei opzichten. Vernatting is het drassig maken, weer drassig maken. Je zou het in heel algemene zin kunnen zeggen, het was een gigantisch veengebied en het moet weer een gigantisch veengebied worden. We hebben eigenlijk de strijd tegen het water verloren.
Te meer natuurlijk, omdat we nu met een stijgende zeespiegel zitten en ook nog de afvoer van de rivieren hebben, die natuurlijk een extra probleem genereert. Dus betekent dat dat je een eind moet maken aan landbouw? Nee, dat hoeft helemaal niet, maar West-Nederland is er niet, eigenlijk niet geschikt voor. Wat doe je dan met de steden? Eigenlijk wel heel interessant, Delta-Rechts stelt een aantal oplossingen voor. Moet je gewoon Amsterdam laten verzuipen? Nou ja, sommige mensen zullen zeggen, een geweldig idee, waarom niet eigenlijk? Maar liever niet toch, het is een hele mooie 17e-eeuwse stad in allerlei opzichten. Maar goed, dat moet je dan specifiek beschermen, alsof het een soort terp is. Hè? En als je wil bouwen in het westen, doe het op terpen in feite, op verhogingen. Ja, of bouw in het oosten van het land natuurlijk. Ja, wij ongelukkigerwijs hebben we Nederland gesitueerd in wat eigenlijk gewoon een moeras is. En we hebben dat moeras, daar hebben we kunstmatig een eind aan gemaakt. En nu blijkt eigenlijk dat het uiteindelijk op lange termijn geen succesvolle oplossing is. Dat het moeras als het ware terug moet komen. Dat is zelf natuurlijk best een leuk idee toch. Dus we moeten veel meer in Oost-Nederland bouwen. En we moeten niet in het veenweidegebied bouwen. Het wereldberoemde voorbeeld Gouda wordt gegeven natuurlijk, waarbij ja, Gouda verdwijnt eigenlijk langzaam in de inklinkende veenlaag, zou ik maar zeggen. Want door dat veen droog te laten, zal het oxideren en als het oxideert produceert het A, CO2 en B klinkt het verder in. Het verdwijnt als het ware. Dat is het term. Maar dit is toch wel een inzicht van de laatste jaren. Want we zijn jaren heel trots geweest op wat we hier gerealiseerd hebben. En nog steeds natuurlijk heel veel mensen. Ja, dat is tot op zekere hoogte wel het geval. Maar al jaren geleden maakte ik een reportage over het landschap in Noord-Holland. En met name ook de polders, Beemster, de oude polders in Noord-Holland. En daar zei zo'n man al van het waterbeheer. Die zei, ja, we kunnen hier gewoon niet meer doorgaan. Nee. We kunnen niet eindeloos wat in feite een moerasbodem is, droogmalen. Want dat leidt uiteindelijk tot niet meer houdbare situaties. Ja. Dus eindelijk zullen de perifere gebieden van Nederland, die natuurlijk veel hoger liggen, die kunnen eindelijk misschien ook eens aan de beurt komen. Ja, iedereen zal daar naartoe vluchten als het zover is. Vluchten, ja. Ja, wees voorzichtig met grote investeringen in het onroerend goed, maar je kunt ook met een terpensysteem. We hebben natuurlijk ooit, heel lang geleden, toen we nog niet in staat waren om omvangrijke dijken aan te leggen en bemalingsprocedures uit te voeren, leefden we in dat moerasgebied, want dat was daar toen, ja. Leefden we op terpen. Geweldig idee, de terp. Hè? Je kunt ze nog gaan bekijken in Noord-Groningen, ja. Noord-Friesland. Ja, we moeten terug naar de terp. Ja, maar ik heb ook een keer bij een congres gehoord, door de jou zo geliefde Rabobank, dat je huizen kunt maken zodat je ze kunt inklappen en ergens anders weer kunt opbouwen. Ja, volgens mij helemaal niet. Je kunt namelijk ook huizen bouwen die drijven. Er zijn volgens mij meer... Zo'n woonboot, dat hebben we in Amsterdam. Ja, er zijn meer drijfhuizen in Nederland dan opklapbare huizen. Sowieso is natuurlijk... Wat jij nu zegt, het opklapbare huis of het fabrieksmatig geproduceerde huis. Dat wordt natuurlijk al decennia aangeboden. Dat is de oplossing. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, er komen ook wel elementen uit de fabriek. Maar waarom is het niet? Waarom kun je niet net wat je zegt, dat je gewoon een koffertje kunt kopen waar een huis in zit? Hè? Of een 3D-printer waar je straks een huis mee kunt maken. Bijvoorbeeld, maar allemaal geweldige ideeën die nooit gerealiseerd worden. Omdat toch? Ze praktisch toch, denk ik, niet zo fijn tiny zijn. Tiny houses. Ja. Ja. Ja, die zie je wel op sommige plekken, die tiny houses. Het probleem in Nederland is natuurlijk niet je tiny house. In Nederland, het probleem is de grond. De grond waar het op moet staan. Ja. De grond is in Nederland natuurlijk poepje duur. Ja. Nou ja, en iedere grond is ook net wat anders. Zandgronden heb je, kleigronden. Nou ja, nogmaals, het westen van Nederland is eigenlijk ongeschikt voor een omvangrijke agrarisch plus industriële samenleving. Het is gewoon een moeras. Ja, ja. En het was een moeras en het moet weer terug naar het moeras. Ja. Met leuke, leuke urbane eilanden erin. Kijk, maar dit is iets wat, dit beeld gaan we zien over hoe lang denk je in Nederland? Nou, dat is nou juist wat dat Delta zegt. Je moet nu beslissingen nemen. Ja, je moet nu beginnen. Maar wanneer ga je... Als je dus nu weer een nieuwbouwwijk in het veengebied zet, dat is niet verstandig. Nee,
Nee. Oké. Wat een gezeik. Hè? Ik ga hier even op een bankje zitten. The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel, er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.